Je kent het wel. Je huurt iemand in om iets te repareren. Deze persoon repareert het. En zegt daarna... Ja, ik moest dit vervangen. En dat fixen. Dus dat wordt dan... €760 en de BTW. Doe maar duur! En aangezien je er zelf geen verstand van hebt, betaal je het maar gewoon. Want ja, anders had je het net zo goed zelf kunnen repareren. Maar misschien kostte die reparatie eigenlijk maar €10. En probeert die monteur je gewoon te naaien. Dat is misschien wel €350. Ik ga er vandaag achter komen of dat wel eens gebeurt. In dit huis. Hè? Ik begin met een iPhone. Met deze iPhone is helemaal niks mis. Alleen de batterij is leeg. Even opladen en klaar is Kees. Hier ligt letterlijk een oplader. Het eerste wat je zou doen is hem in de oplader steken. Nou, daar gaan we. Ik heb deze man ingehuurd om de iPhone te komen repareren. Ik vind het gewoon belangrijk dat dit wordt doet. Ik heb echt die call nu. We zorgen er expres voor dat deze man sowieso een half uur alleen is, zodat hij genoeg tijd heeft om te bedenken hoe hij ons gaat naaien. Als hij dat wil tenminste. In een andere kamer zit ik met iPhone-expert Sahand te kijken wat onze repareermeneer gaat doen. Wat doet hij nou? Hij houdt me gewoon open. Even een ring op. En zonder een antistatisch maatje. Een polsmaatje. Dan kan je kortsluiting veroorzaken. Hij is aan. Ik hoor een geluidje. Ja, dat is mooi. Dat denkt hij ook. Maar heeft hij iets vervangen of zo? Nee, helemaal niks. Onze repareermeneer heeft in een half uur tijd onze iPhone zonder reden opengeschroefd, weer dichtgemaakt en in een oplader gestopt. Tijd om hem de belangrijke vraag te stellen. En wat was er nou mis mee dan? Of? Het was iets met batterij. Ja, echt top dat hij, ja, echt top dat hij weer aangaat. Hoeveel krijg je van 49,95. Hiervoor, dankjewel. Ik laat je even uit. Kut, hij is al weg. Hallo? Ik had een vraagje. We zijn vandaag aan het kijken of als iets helemaal niet echt stuk is, of monteurs dan extreem prijzen rekenen of dat ze gewoon goede prijzen rekenen. Ja. €49 is gewoon keurig natuurlijk. Kijk, je moet wel eerlijk geld verdienen. Hè? Ik heb vooral kinderen, ik wil nooit geld aan hun geven. Nee. Dat het niet eerlijk is. Nee. Dan heb ik het straks niet goed geweten. Dus ik wil graag even een bonus geven. Maar ik heb dat binnen liggen, dus moeten we even de kant op lopen. Ik geef u nog €100. Zeker weten? Ja, zeker weten. Ja, u bent een goed mens. Ja, dankjewel. Echt ontzettend bedankt. Het spaarpot van drie dochters van mij. Maar u heeft drie dochters? Ja. Hebben ze alle drie €50? Oh. Ja, daar hebben ze alle drie €50. Oh, echt. Dankjewel. Kunnen ze wat leuks van kopen. Nu ga ik u wel vragen om nog even een handtekening te zetten ergens. Ja, natuurlijk. Ik dacht, ik geef eerst het geld en dan een handtekening. Ja, absoluut. Geen probleem. Moet ik ook hier... Ja, even je naam invullen, ja. Oké, tijd voor de volgende. De automonteur. Ik heb geen verstand van auto's, Bart-Jan wel. Zeker. Hoe zorgen we ervoor dat deze auto stuk is? Nou, we pakken het brandstofrelet eruit. Dat is hem. Als je de auto zou kennen, dan heb je zoiets van... Er mist wat. Dat klinkt wel aardig stuk. Zoiets makkelijks moet je als monteur toch meteen doorhebben. Hallo! Hey, goedemorgen! Nou, dit is hem. Ja, heel simpel. Hij start niet. Ik heb heel even een heel belangrijke meeting. Een half uur ben ik terug. Sam is weer weg, dus nu heeft deze repareermeneer alle tijd van de wereld. Oké, hij is nu de auto aan het aanproberen te krijgen. Nou, ik denk dat die uitgewezen moet worden. De repareermeneer wil de auto dus meenemen naar de garage, maar dat vind ik best overdreven voor zo'n klein probleempje hoor. Het is letterlijk één dingetje. Dus we gaan een stapje verder. Want wat als Sam de man letterlijk vertelt wat hij moet doen? Dat kun je van alles. Ja, ik had natuurlijk ook mijn vader even gebeld. Er was nou ook een onderdeeltje en misschien dat dat nog zou kunnen helpen. Zou dit niet... Oh, ik weet niet of het kan vanuit de garage, maar... Als deze al verwisseld is, dan heb je kans dat die stuk. Aangezien ik sterk het idee had dat deze man nog nooit op YouTube heeft gezeten, kon ik het niet laten om zelf even mee te doen. Wil het lukken? Ja. Wat heb je dat ding... Ja. Hij had het over dit hier of zo. Ja, hier zien ze. Ik zal het ding moeten doen. Haal hem eruit. Maak even een filmpje voor de... Want dan weet ik... Wow, wat hier. Wat vind ik hier dan? Kijk hier. Nee, maar misschien die ander dan hierin. Nee, ik laat het allemaal niet. Oh. Als je de handleiding van de auto erbij pakt, had je moeten zien dat hij mist. Onze monteur ging er vandoor en kon niks voor ons doen. Ja, hij heeft ons niet genaaid of zo, maar hij wist gewoon vrij weinig van auto's af. Dat vind ik best apart voor een automonteur. Maar goed. Ik ken van alles. Ja. We betaalden hem €40 voor de brandstof. Ik gaf hem nog snel even het beste drankje ter wereld mee. Nee, niet, man. Het beste drankje in de wereld is het. En besloot daarna zijn baas te bellen. Hij moet mijn garage brengen. En hij kan niet meer zwart maken voor je. Uit naam van de wetenschap besloten we een week later weer opnieuw af te spreken met hetzelfde bedrijf. We haalden weer hetzelfde onderdeeltje los en daar ging hij hoor, ons autootje.
totaal onnodig onderweg naar de garage. Aan het eind van de video zie je hoeveel het gaat kosten om de auto te repareren. Eerst gaan we door met de volgende, namelijk een loodgieter. Dit is Michiel. En jij hebt de verstand van ketels. Ja. We hebben een klacht gecreëerd door te zeggen dat er geen warm water is. Ja, dit is niet best. Nee, we hebben de watertoevoer naar de ketel toe bijna helemaal dichtgedraaid. Dus nu komt er heel weinig water uit. En als je hem nou helemaal opendraait, dan stroomt het hier gewoon weer uit. Ja, dan doet hij het weer gewoon. Hoeveel tijd kost dat ongeveer? Als je een ervaren installateur bent, dan moet je dat eigenlijk toch wel binnen 5 minuten moet je dat. En dat is al eigenlijk al lang. En daar is hij hoor, hé. De ingehuurde loodgieter. Dit is eigenlijk het probleem. Deurtje staat open. Ik maak even die kolf en dan kom ik bij je terug. Ja. Daar gaat hij. Hij draait meteen het kraantje open. Wat een prof! Hij controleert of de rookgas afvoer goed zit. Er gebeuren veel ongelukken mee. Hij doet het op zich goed. Dat doet hij goed. Okay. Ik hoor de kraan. Is het ook de warme kraan? Dus het probleem was dat het kraantje dicht zat. Ja. Oké. Onze loodgieter is eerlijk. Netjes. Maar de vraag is natuurlijk, hoeveel gaat het dichtdraaien van een kraantje nou kosten? Er is geen materiaal wat dan ook gebruikt. Mm-hmm. Dus het is die €160 en de btw. Oké. Okay. Oh ja, dus eigenlijk moet ik nu alleen betalen voor je komst, als het ware. Ja, ik heb niks gebruikt. Normaal is het de eerste half uur met voorrij kosten €100. Maar omdat hij helemaal uit Amsterdam-Noord moest komen, leken die €60 extra. €190 schijnt dus wel normaal te zijn, maar ik vond het gewoon veel. Veel te veel. Dus twijfelde ik geen moment en stormde op deze klerenkast af. Ja, het boeit me niks dat hij eruit ziet alsof je me met een goede rechtse in één keer neer kan maaien. Ik rende naar hem toe en ik maakte hem even goed duidelijk dat je niet met ons kan fokken. Kijk naar die spierballen, gek. Eigenlijk was het gewoon een aardige knakker. Ja toch, ik heb mijn best gedaan. Ja, zo zijn wij, ja toch? Als we dit willen uitzenden, hebben we eigenlijk toestemming van je nodig dat je dat oké vindt. Voor mij mag dat wel. Omdat je ook zo eerlijk was, wil ik je ook nog een bonus van €100 geven. Nee, meen je dat wel? Ja, gewoon. Ja, maar, gewoon. Dit is al onze monteurs zijn zo. Nou, dan, dit is gewoon een. Dan geef het aan iedereen. Weet ik veel, een rondje voor iedereen. Ja, want wij zijn allemaal zo. Tijd voor de volgende test. De computer. Oh, maar deze computer, die doet het gewoon. Yes. Voilà. Niks mis mee. Nee. Ook hier hebben we weer een of ander klote kabeltje losgetrokken, waardoor de computer niet meer aangaat. Stuk. Dit is de computer van mijn ouder. Het probleem is eigenlijk, hij gaat niet meer aan. Dat is alles. Nou, dan ga ik gewoon even kijken. Ja, ga boven je ding en dan ga ik het gewoon even bij je terug. Goed? Goed. Tot dan weer. Hij was al snel klaar, dus we lieten hem expres wachten. Ik heb tegen Sam gezegd, ze moeten een half uur lang wegblijven. Dus ging hij even een half uurtje buiten chillen. Toen kwam Sam en was het natuurlijk weer onwijs spannend hoeveel geld hij zou gaan vragen. Hallo. Hey, doet het weer? Hij doet het weer? Wat top! Je hebt gezegd nog 5 minuten al. Toen ik jouw app toch even naar beneden kwam, toen deed ik dat, maar ja, ik denk, ik kan niet zomaar weglopen. En je weet wat het was? Tuurlijk. Er zat een stekkertje binnenin los. En wat krijg je voor het stekkertje? Ja, dat vind ik een beetje lastig. Ik ben een half uurtje geweest dan. Mm-hmm. Dat is 37,50 ex-BTW. Ja. Ja, dat is keurig. Oké. 37,50. Nee, ik vind het net oké. Ze bestaan nog. Nou, heel erg bedankt voor je hulp. En dat is zo snel als opgelost. Verdomme zeg, hé. Hoezo is iedereen zo eerlijk, man? Ja, ik moet eerlijk zeggen, als ik na 5 minuten klaar was geweest en naar beneden was gekomen, had ik gezegd, nou, het kost niks, want wat heb ik gedaan? Niks. Oké, goed. Allemaal leuk, die eerlijke monteurs. Maar je vraagt je natuurlijk af hoe het met onze auto is. Nou, die auto is dus zonder onderdeeltje naar de garage gebracht. En een dag later werden we teruggebeld. Nou, ik heb die auto Citroën voor jullie controle. Heel veel valkoelen is weg. Okay. Dat is echt een goede nieuws. Fijn. Die auto nog eens thuis en staat niet. Waarom door de distributieriem? Het distributieriem is gebroken. De echte kosten voor jullie wordt €495. Oké. Alleen als je gaat niet staan en niet goed en dat die motor beschadigd wordt. En dan niet en dan dat komt boven €1000 reparatie. Boven de €1000 gaat het sowieso kosten. Toen besloot ik even onze eigen auto-expert om advies te vragen. Ja, hij zegt, je moet sowieso €500 betalen. Nou, en waarvoor? Voor die riem. Ja, dat slaat natuurlijk wel nergens op.
Nou ja, door de bomen zag ik het bos niet meer. Het enige wat ik nog wist, is dat er in principe niks mis is met de auto. Maar dat je alleen de zekering hoeft terug te plaatsen. Dus besloot ik zelf, hoogstpersoonlijk, naar de garage te gaan om de auto zelf te repareren. Ik heb een verborgen camera bij me. Die zit hier in die laptop hoest. Hopelijk wordt alles mooi gefilmd. Geniet ervan. De eigenaar van de garage was er niet, dus belde ik hem eventjes. Er was iets met de distributieriem. Ja. En die is stuk. Ja, ja, dat weet u zeker. 100% zeker. Ja, ja, ik ga denk ik gewoon een toverspreuk doen en dan gaat die denk ik gewoon aan. Ja, maar wat is dat dan? Oké. Stop nog andere jongens. Ik heb €500 besparen. Dat moet ik nu wel gaan doen. Kom zo. En ja hoor, ik heb net zelf de auto gerepareerd. En toen opeens was daar toch de eigenaar. Ik besloot even lekker met hem te kletsen. Ja, ik weet niet of... Maar hij heeft een beurt gekregen. Maar dus daarna reed ik gewoon goed. Zekering lag er gewoon uit. Die heb ik er weer ingestopt. En nu doet hij het weer. Zelfs als ik hem vertelde dat hij mij genaaid had, hield hij gewoon vol. Ja, maar ik heb het zelf gedaan. Weet het waarom niet dat er staat in? Die jongen hier is ik zelf gedaan. Wat heeft u zelf gedaan? Die zekering. Heeft u zelf gezien? Voor cilinder 1 jaar gezien, een stukje op de rij. Dat heb ik gezien. Heeft u zelf een zekering gedaan? Ja, weet het waarom niet als het staat er. Deze man was zo overtuigd van zijn eigen gelijk dat ik niks anders kon doen dan afscheid van hem nemen. Wel moest ik nog even in zijn boek schrijven dat mocht de auto alsnog stuk gaan, het niet zijn schuld was. In plaats daarvan besloot ik de waarheid op papier te zetten. Kijken, ja. Yeah boy. Helemaal goed. Ja. Bedankt meneer. Ja. Bij 30.000 duimpjes omhoog maak ik een deel 2 van deze video waarin ik bedrijven die jullie hebben ingestuurd ga pakken. Mocht je nou serieus een keer geschemd zijn door iemand, leg het dan even uit via een mailtje hier naartoe. En dan gaan we dit gewoon nog een keer doen. Maar dan beter en leuker. Dan gaan we die echte cowboys pakken. Oh ja, like de video. Best drink in the world.